Hallo, ik ben Arjan en welkom terug in Hearthstone. Ik heb gisteren een aardig leuke arena run gehad. Die heb je de vorige keer kunnen zien. En dat heeft me wat... Uiteindelijk had ik iets van een pakje kaarten. 80 goud en 60 dust. En dat is best leuk. Leuke opbrengst. Want ja, het gemiddelde pakje kaarten schijnt toch iets van 40 dust op te brengen. Dus eigenlijk had ik toch zoiets van 2,5 pakje kaarten bijna. Daardoor. Dus dat is helemaal niet gek. Ik ben helemaal niet ontevreden. En nu gaan we het nog een keer proberen. Ja, goed. Ik maak me niet de indruk. Ik maak me niet de wijs dat ik veel beter kan spelen dan de vorige keer. Maar ik ga gewoon weer mijn best doen. We duiken de arena in en we mogen dit keer beginnen met. Nou, ik ben benieuwd. Yes. Wat mogen we spelen? Een warlock. Een mage. En. Oké. Ik ben wel toch wel geneigd om voor de mage te gaan. Maar die vind ik nooit zo heel erg leuk. Dus ik zit te twijfelen. We kunnen ook voor de warlock gaan. Demons. Ook wel een keer leuk. Zullen we dat doen? We gaan dat doen. Your soul shall be mine. Yes. Nou. Dan gaan we vooral wat de demons in elkaar zetten. En even kijken. We kunnen hier kiezen voor een Bloodsail Corsair. Remove one durability from the opponent's weapon. Nou, dat is gewoon een goedkoop monstertje. Whenever a character is healed, gain plus 2 attack. Dat zou wel eens van pas kunnen komen. Omdat je als warlock heel veel jezelf schade doet, heb je af en toe ook wel wat heal spells. Dus we nemen die maar mee. River Cockles Fairy Dragon Bluegill Warrior. We gaan voor de Fairy Dragon. Ancient Brewmaster, Ascension Shieldmaster en Nightblade. Untaunt, die nemen we mee. Darkscale Healer, Dread Infernal en Shieldbearer. Dread Infernal is een mooie kaart. Dan, Drain Life, Deal 2 Damage, Restore 2 Health to your hero. Blood Imp en Sense Demons. Blood Imp, altijd. Soulfire, Nightblade, Thorn Warrior. Deal 4 Damage, Discard a Random Card. Ja, toch wel mooi hoor, een beetje removal. Frost Elemental, Voidwalker en Bloodsail Raider. Dit is een hele fijne kaart. Maar ik neem deze mee. Niet omdat hij heel sterk is, maar omdat het ook een demon is. Daar kan ik wel misschien leuk weer wat combo's mee maken. Silverhand Knight, Succubus en Dread Corsair. Oeh, dit is een hele fijne. Maar ik neem tot de Succubus, want ik wil demons in de hand hebben. Bane of Doom. Deal 2 damage to a character if that kills it, summon a random demon. Erg tof. Molten Giant en Big Game Hunter. Destroy a random with an attack of 7 or more. Ja, dit vind ik toch wel even leuk om te proberen. Sunwalker. Even kijken. Taunt and Divine Shield. Hele mooie kaart. Young Priestess en Azure Drake. Is ook een hele mooie kaart. Maar ik ga voor de Sunwalker. Taunt and Divine Shield. Prettige combinatie. Amani Berserker. Frostwolf Warlord en Strangled Thorn Tiger. Met een beetje mazzel heb ik wel wat op het bord liggen, dus ik neem de Frostwolf Warlord mee. Razor Van Hunter, Soulfire, heb ik die al? Heb ik al Soulfire? Ja. En een Stone Tusk Boar. Ik neem nog een Soulfire. Iron Fur Grizzly, Cultmaster en Worgen Infiltrator. We gaan voor de Cultmaster. Murloc Raider, Hellfire en Summoning Portal. Dat is ook een handig ding om te hebben. Maar is ook handig in arena. Minions cost 2 less. Ja, ik neem het toch mee. Bane of Doom weer. Twisting Nether, destroy all minions. Zo. Dat is een heftige kaart. En Doomsayer, at the start of your turn, destroy all minions. Ook zo eentje. Poeh. Ja, dat is lastig. Deze ken ik helemaal niet. Bane of Doom. Ja, ik ga toch weer voor de Bane of Doom, denk ik. Ja? Ja, toch maar. Dark Iron Dwarf, Wolf, Worgen Infiltrator en Goldshire Footman. Ik neem het er echt mee. Succubus, Flesh Eating Ghoul en Bluegill Warrior. Nog een Succubus doen? Lekker sterke kaart. Je raakt dan een kaart op je hand kwijt, dat is dan wel jammer. Stone Tusk Boar, Harvest Golem, Mortal Coil. Ik twijfel tussen deze twee. Ik neem de Golem mee. Dread Infernal weer. Young Dragonhawk en Gnomish Inventor. Heb ik veel... ik heb niet echt veel kaart. Ja, ik zit te twijfelen tussen nog een Dread Infernal. Of een Gnomish Inventor. Ik neem nog een Dread Infernal mee. Kan mij het schelen.
Pineside Summoner, Azure Drake en Murloc Tidecaller. Ik denk dat ik voor de draak ga. Soulfire, Silvermoon Guardian en Voodoo Doctor. Restore 2 health. Nou, normaal gesproken vind ik dit niet zo'n hele boeiende kaart. Maar aangezien ik ook gezondheid kwijtraak, kan ik het ook wel weer gebruiken. Silvermoon Guardian is ook wel een mooie kaart. Maar ik ga voor de Doctor. Ik moet ook even wat lage minions hebben. Een Raptor, Sacrificial Pact en Shieldbearer. Ja. Destroy a Demon. Ik kan me weinig situaties voorstellen waarin dat handig is. Kijk, als je bijvoorbeeld zo eentje hebt die demons oproept aan het einde van de beurt. Ik weet niet meer hoe ze heet. Imp Master, dacht ik. Dan kun je nog een keer zo'n imp dood maken. Dat vind ik niet zo'n ramp. Maar ik heb nu eigenlijk geen minions die ik wel graag kapot wil maken. Dus ik denk dat ik een beetje stabiel de Raptor meeneem. Cobalt Geomancer, Flame Imp, Spiteful Smith. Flame Imp. Harvest Golem, Demon Fire, Voodoo Doctor. Deal 2 damage to a minion. If it's a friendly demon, give it +2/+2. Die nemen we mee. Ik heb een heel raar deck weer. Het is een heel raar deck. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Work an Infiltrator, Voodoo Doctor, Sacrificial Pact. De Infiltrator nemen we mee. Blood van Raptor, Frostwolf Grunt en Silvermoon Guardian. Ja. Ja, dan toch maar de Silvermoon Guardian, denk ik. Dat is echt een raar dik. Booty Bay Bodyguard, River Crocolisk en Spiteful Smith. Your weapon is +2 attack, maar ik heb geen wapens met dit ding. De Booty Bay Bodyguard vind ik een rare kaart. En we nemen dan de krokodil mee, want die is wel lekker stabiel. Nog 3 mag ik er kiezen. Ik heb nog geen bijzondere kaarten gehad die ik mocht kiezen. Een Hellfire, deal 3 damage to all characters. Nog een Sentient Shield Master of een Flesh Eating Ghoul. Ik pak de ghoul. Argent Squire, Wisp en Magma Ranger. Ik vind allemaal niks. Ik neem de Squire mee. Nog eentje. Oké, dit is weer wat bijzonders. Coldlight Oracle. Each player draws 2 cards. Dat lijkt me handig. Doomguard. Discard 2 random cards. Maar op 5 heb je dan een 5, 7. Oké, en een Sunwalker. Taunt Divine Shield. Ik heb een Sunwalker, toch? Ja, wat zullen we nou eens doen? Dat is wel weer een demon. Ik zit twijfel tussen die twee. Ik heb een paar kaarten die dus... Ik heb een paar kaarten die waardoor je dus kaarten verliest als je ze uitspeelt. Dus even kijken. Dat is Discard a Random Card. Succubus, daar heb ik er 2 van. Ik heb weinig card draw. Ja, hier. Deze dan wel. Dus eigenlijk... Ja, ik moet de Sunwalker meenemen, want anders heb ik straks te weinig kaarten. Dit is echt een raar deck. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Nou, we gaan een poging wagen. Ik weet nog niet helemaal of ik hier mooie combos mee kan maken. Ik betwijfel het. Nou, we gaan het al zien. Een kaart die een random demon geeft, dat kan me zo heel leuk uit gaan pakken. Ik weet het echt niet. Het is Arena, hè. Je moet een beetje mazzel hebben. Nou, kom er maar in. Een rogue. Versus Valera. Oké. Die mag wel even. Die komt de volgende keer aan de beurt. Wat hebben we nog meer? Ah, een Blood Imp. Mooi. Nou. Dat is mooi voor de eerste beurt. De Blood Imp. Hopsakee. Tweede beurt de Raptor. Dat is wel fijn, want zij doet met zo'n wapen altijd flink wat schade. Een Ooze. Oké, prima. Dan leggen wij neer de Raptor, denk ik. Laat dat maar doen. Die speelt die Ooze weg. Of ik ga het kaart trekken. Ik heb natuurlijk kaart trekken. Ah, mijn speciale kracht is kaart trekken. Goh, stom. Nou ja, goed. We leggen de Raptor neer. Was dom. Ik heb niet meer stilgestaan dat ik dat kon. Ik ben een sukkel.
Volgende beurt Golem. Of die, de Taunt, ook wel leuk. Hè? Oh, jemig. Slim. Nou, dan gaat mijn enige Blood Imp. Jammer. Heel jammer. Golem. Ja, dat is jammer. Oei. Oké. Whenever character is healed, gain 2 attack. Dat is ook leuk. Ik kan die nog niet spelen. Deze wel. En deze doet 2 schade. Dus wat wij doen is... Ja, we zappen hem maar, denk ik. So many possibilities. Aan de andere kant kan ik de eerste volgende beurt wel een klap van 2 schade hebben. Dus... Ja, ik zit te twijfelen. Laat ik deze meneer gooien, omdat het de kans verhoogt dat hij daarop gaat slaan. En... Nou, gooi die er ook nog maar bij. Waarom ook niet. Wat heb je gedaan? Trekken we nog een kaart. En dan geven we... geven we haar een tik. En dan zien we wel even wat er gebeurt. Ach, kijk nou. Nou, helaas. Volgende beurt. Ben ik wel benieuwd wat we krijgen als we een random demon opgooien. Oh, stealth. Zo, doe maar. Even zien hoor. Ik heb nog zo'n eentje. Ik kan die van mezelf natuurlijk kapot maken. Zullen we dat doen? Die taunt, die kan ik mollen. Zit ik erg over te twijfelen. Nee, laten we dat maar doen. Ik geef haar een tik. Ik sloop mijn eigen dinges. En ik krijg dan succubus voor terug. Dat vind ik een goede ruil. Ja. Prima. Nou, de eerste volgende klap van de dinges kan die ook nog wel hebben. Kijk. Hop. Ze kan hem aanvallen, die succubus. Dan is ze 4 leven kwijt. Ik denk dat ze dat ook doet hoor. Ja, dat het slim is. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Juist, dat dus. Oké, wat doet hij? Give your opponent a mana crystal. Oh, ik heb een mana crystal erbij. Oh, oké, prima. Goed, dat is mooi. Dan kunnen we misschien wat leuks doen. Even kijken. Zullen we... We kunnen ook een random demon weer killen. Tevoorschijn halen. Dat is ook wel leuk. Groot vraag is wat je dan krijgt, hè? Nee, laten we maar deze doen. Dit is wel een vrij sterke kaart. En dan trekken we er gewoon... Dan, hoeveel hebben we nog over dan? Nou, niks. Nou, prima. Prima. Hij blijft lang liggen, die... De morsje. Ah nee. Hé. Nou goed. Het kost hem wel 5 mana. Dat scheelt dan weer. Oké. Maar ja, gelukkig heb ik er nog één. En een River Crocolisk. Dat is ook een fijne. Die overleeft ook nog een klap van de... Truth is my shield. Ja, die overleeft ook nog een klap van de demolisher. Ik vind het goed. Benieuwd. Oh, gaat de krokodil? Oh, mij. Ook goed. Prima. Dat kan ik ook nog wel hebben. Dan zit mijn schild er nog op. Nou, wat ga je doen? Ik heb een raar dek. Dat weet ik wel.
Een Stranglethorn Tiger. Oké. Okay. Ah, mooi. Weg de bolletje. Goed. Tof. Wat wij doen is het volgende. Argent Squire. Is ook wel leuk. Divine Shield. Laten we dat maar doen. Zullen we eerst een kaart trekken? Laten we dat maar doen. Ook een Infiltrator. Ook stealth. Dan gooi je die op neer. En zullen we die ook neergooien? Ja, ik zit bijna te denken om die tijger te soulfire. Maar ja. Nee, laten we dat maar niet doen. Ik gooi deze gewoon neer. Hup. En we gaan voor het gezicht. Nou, hij speelt dus die slimme. Hij speelt die taunt weg met die tijger waarschijnlijk. Tenzij hij een andere kaart heeft die hem in één keer wegspeelt. Wat heeft een rogue ook weer voor massale vernietigingswapens? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Geen idee. So many options. Ja, dat geloof ik wel. Ja, nou dat zat eraan te komen. Wat komt er nog meer bij? Acolyte of Pain. Speak to me. En Perdition's Blade. Ja, ook slim. Dat is ook slim. Goed. Mijn beurt. Deal 1 damage to all other characters. Dat vind ik ook leuk. Laten we dat maar doen. Dan spelen we deze weg. Maar even. Hij trekt de kaart hè, als hij dat doet. Ja. Is toch wel jammer. Ja. Ik ga het toch doen. Hij houdt die twee kaarten dan over. Kan ik dat ook anders doen? Nee, ik doe het gewoon zo. Hop. Ik trek zelf nog een kaart. En... Oeh, nog een Dread Infernal. Leuk. En we geven nog even een tik. Ja. Goed. Volgende beurt kunnen we wel een leuke klap uitdelen, maar ik neem aan dat hij me wel even terugpakt. Toch? Ja, zie. Oké. Okay. Nou, nu is de grote vraag, wat ga ik nu doen? Laten we dit doen. Ja, oh, jammer. Ja, nee, laten we dat maar doen. Ah, Blood Imp. Altijd leuk. Frostwolf Warlord erbij. En dan tikken we nog even hem zo in één keer weg. En ik kan ook nog die weg spelen. Zullen we dat maar doen? Of zal ik nog een beurtje wachten? Ik wacht nog een beurtje. Ik weet niet of het slim is. Misschien heb ik nu een fatale fout begaan. Dikke kans ook. Maar goed. Kijk, volgende, als die Warlord blijft liggen. Wat niet gebeurt waarschijnlijk. Dan heb ik hem de volgende beurt, heb ik hem denk ik. Als hij blijft liggen heb ik hem. Maar hij zal wel weggaan. Oké, hij koopt hier mijn Frostwolf Warlord. En hij geeft mij een flinke klap. Oké, dan heb ik hem denk ik, of niet? Ja. Ja, well played. Mooi. Leuk. Nou, dat ging helemaal niet gek. Al zeg ik het zelf. Nou, het had een beetje mazzel gehad. Maar goed, vooruit. Oké, leuk. Nou. Nog een keer. Again. Een raar deck is het. Het blijft een raar deck. Maar er kunnen leuke verrassingen uitkomen. En daar hou ik van. Nou, wat gaan we nu krijgen?
Kan niet zo goed blijven gaan natuurlijk. Worthy opponent. Een mage. Versus Jaina. You asked for it. Your soul shall be mine. Oké, Fury Dragon, leuk. Deze twee mogen nog even weg. Kom later maar terug. En, nou ja. Dat haalt niet zo gek van uit. Maar goed. Tweede beurt Fury Dragon, dat sowieso. En wat mij betreft de Voidwalker nu, waarom ook niet. Die pinkt hij niet meteen weg, dat scheelt. Tenminste niet met zijn hero power. Misschien wel ergens anders mee. Ah. Alright. Een succubus. Zullen we die doen? Dan raak ik wel een willekeurige kaart kwijt. Ik heb leuke kaarten. Dus ik bewaar de succubus wel even. Ik gooi eerst wel even de Fear Dragon neer. En dan tikken we even hier een klapje op. Oké, hij coint in een iets engs in Master. Oké. Hij heeft straks wel heel veel dingetjes liggen. Dus dan moet ik wel even wat aan gaan doen. We gooien dan maar de zakjes neer, zullen we dat maar doen? Ja, laten we dat maar doen, hè. Laten we dat maar doen. Oké, dit. Nou, waar ga je weer? Ik heb geen één monster liggen wat hij weg kan tikken met zijn hero power. Dat scheelt. Maar goed, hij kan natuurlijk iets combineren met een van die imps van hem. Voordeel is wel dat mijn succubus zijn imp master weg kan tikken als, dat, als ze blijft liggen. Als ze blijft liggen, hè. Bam. Oké. Nou, dat is een prima deal, lijkt mij. Ja, je hoort mij niet klagen hierover, denk ik. Nee. Eens even kijken. Want wij doen dit. En dan doen wij dit. En ja, zou ik het weg, meneer, gooien? Die twee extra, deze beurt maakt niet zo gek van uit, maar goed. Dan ligt er in ieder geval weer wat op het bord. Maakt niet zo gek van uit nu. Dit zijn toch wel toffe kaarten, die Sunwalkers. Ja, hup, en dan de imp er tegenaan. Dat zou ik ook doen. Flesje Ding Ghoul. Kaartje erbij pakken. Flame Imp, volgende beurt. Hoewel. Volgende beurt zeg ik wel. Volgende beurt gooi ik een Sunwalker eruit. Denk ik. Meneer krijgt de Mage ook alweer zijn Flame Strike. Of hoe heet dat ding ook alweer? Waarmee hij alles van de kaart speelt. Doet 4 schade op alles, dacht ik. Dus dan speelt hij in één keer alles weg. Dat zijn lastige kaarten. En de Sunwalker zou blijven liggen. Ja, die dat dus. Fireball. Ook zo'n fijne kaart. Oké. Oh, dat is ook wel leuk. Dan doen we deze. In combinatie met deze. Flame Imp, dat is een leuke kaart. Nou, kom er maar in. Flame Strike misschien, dan blijft in ieder geval deze blijft van liggen, dat is leuk. I wonder. Oké.
Nou, je zit ergens op te wachten. Maar je hebt toch wel wat nu? Ah, mirror image. Again. Goed. My turn. Nou. Bam. Bam. Deze erbij. En wat mij het betreft, deze er ook bij. Hup. Die blijven sowieso lichter als er iets geks over het bord gegooid wordt. Wat ga je doen? Pieker. Oeh, dia. Oh, lastig. Maar goed. Oké. Okay. Deal 2 damage to a character if it kills it summon a random demon. Zullen we die doen? Ja, benieuwd hoe het eruit komt. Laten we dat doen. Oeh, dat is een mooie. Red Infernal. Prima. Ik kan mij het schelen trekken nog een kaart ook. Assured Drake. Oké, nog een Flamestrike en dan blijven mijn spullen nog steeds liggen, denk ik. Behalve die linker. Toch, wat doet de Flamestrike ook weer? 4 damage, ja. Oké. Okay. Leuk. Nou, ik had het niet verwacht. Het gaat nog verrassend aardig met dit deck. 2 wins en nog niks verloren gelukkig. Nou, het zit erop voor deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken. Een duimpje omhoog is welkom. Deel de video met iedereen. En ik zie je toch graag de volgende keer weer terug. Bye bye.